ik wil eigenlijk in mijn bijdrage de aandacht richten niet op een afzonderlijke onderneming of een groep ondernemingen of organisaties, maar op de samenleving als geheel. En dan groei zou je dan kunnen verstaan, dat hadden we althans 10, 15 jaar geleden automatisch gedaan, zou je kunnen verstaan als uiteindelijk het ultieme doel, zo zagen we dat, economische groei. Want we gingen ervan uit, economische groei komt uiteindelijk ten goede aan welvaart. Welvaart van de mensen in een samenleving. Maar we weten nu, door de voortgang van wetenschappelijk onderzoek, dat economische groei zich niet automatisch vertaalt in welvaart. Dat geldt wel voor ontwikkelingslanden op een heel laag niveau. Die hebben economische groei nodig om überhaupt te kunnen investeren in elementen van welvaart. En dan moet je denken aan koopkracht, kwaliteit van huisvesting, gezondheidszorg, scholing, veiligheid. En heel concreet de componenten die mensen als welvaart direct zullen herkennen, die wij voelen als zodanig. In ontwikkelingslanden is economische groei noodzakelijk om een bepaald niveau van welvaart op te bouwen. Maar in een hoogontwikkelde economie als de Nederlandse of de Brabantse, dan slaat die economische groei niet langer meer neer in welvaart. Dan gaat het om de vraag, hoe wordt die economische groei gegenereerd en hoe wordt die vertaald in welvaart? Hoe doen we dat? Nou, dan zit er, als we kijken naar de arbeidsmarkt, wel een probleem. En het probleem is dit. Dat is dat we de afgelopen jaren een stevige economische groei zien, maar dat die zich niet vertaalt in een stijging van reële lonen of in koopkracht. Een paar dagen geleden kwam het CBS uit met cijfers. De reële lonen zijn de afgelopen 10 jaar niet gestegen. Dat is een proces dat zich al langer doorzet. En we zien ook wat de reden daarvan is. Weer opnieuw uit het onderzoek dat we verrichten. Dan zien we dat het nationale inkomen, de koek die we met elkaar verdelen, die gaat naar 2 partijen. De partij kapitaal en de partij arbeid. En dat zijn overigens 2 hele klassieke begrippen uit de klassieke economie. Daar is niks geheimzinnigs aan. We zijn ze alleen een beetje uit het oog verloren. We hebben heel lang niet meer gedacht over kapitaal en arbeid, omdat wij aannamen dat de verdeling van inkomen over kapitaal en arbeid over de lange termijn altijd wel ongeveer gelijk zou zijn. Zou tenderen naar een evenwicht. Dat was het klassieke denken in de economie, het evenwichtsdenken. Dus eigenlijk was er niet zo heel veel relevant aan de verdeling tussen kapitaal en arbeid, want economische groei zou zich bijna automatisch vertalen in gelijke delen tussen kapitaal en arbeid. Alle 2 zouden gelijkelijk profiteren van economische groei. Ook dat, zo zien wij nu, is niet het geval. Die verdeling van inkomen, nationaal inkomen over kapitaal en arbeid, die ontwikkelt zich sterk door de tijd. En in Nederland, en ook in de landen om ons heen, is die ontwikkeling ten voordele van de factor kapitaal, de nadelen van de factor arbeid, in een vrij sterke mate, in een ontwikkeling die al vanaf het einde van de jaren 1970 zich voordoet. En dus een 40 jaar lange daling van het aandeel van arbeid in het nationale inkomen. Dat uit zich op allerlei manieren. En nou, misschien is het toch belangrijk om ook iets te zeggen over de oorzaken van deze ontwikkeling. En dat is heel relevant voor het onderwerp waar we hier over spreken. Want dat heeft in belangrijke mate te maken met het functioneren van de arbeidsmarkt. En meer specifiek met de overgang naar flexibele arbeid, de flexibilisering. Nederland is, zoals u waarschijnlijk weet, koploper in de westerse wereld in de flexibilisering van de arbeid, het aantal flexwerkers. En dat heeft de positie van arbeid verzwakt, evenals het onvermogen van de vakbeweging om effectief te opereren, daar hoorden we net al iets over. Zo zijn er nog andere factoren zijn er te noemen. Aan de andere kant, en je zou je kunnen zeggen dat de mondialisering en het ontstaan van internationale markten juist de mogelijkheden voor kapitaal om te renderen in andere landen heel sterk heeft vergroot.
ook de mogelijkheid van kapitaal om te ontsnappen aan belastingdruk heeft vergroot. Terwijl arbeid, inkomen uit arbeid, met name in Nederland steeds zwaarder is belast. 1 euro verdiend uit arbeid wordt meer dan 4 keer zo zwaar belast als 1 euro verdiend uit kapitaal. Waardoor de twee nog verder uit elkaar zijn gaan lopen. Omgekeerd heeft het vrij verkeer van arbeid binnen de Europese Unie juist een drukkend effect gehad op de lonen in Nederland, die relatief hoog liggen, waar mensen nu moeten concurreren met goedkopere arbeidskrachten. Allerlei factoren die dit tot stand hebben gebracht. En allemaal factoren die zich uiten, want nu ga ik terug naar het begrip brede welvaart, want daar gaat het uiteindelijk over. De stichters van deze universiteit hebben dit altijd benadrukt. De economie is niet een doel, de economie is een middel. Economische groei is niet een doel op zich, het is een middel tot het verhogen van welvaart. En hier ziet u ook meteen het probleem, want deze ontwikkelingen leiden ertoe dat de welvaart voor heel veel mensen afhankelijk van hun arbeidskracht niet toeneemt, maar stagneert of zelfs daalt. En het gaat dus om koopkracht. Dat gaat ook om door de flexibilisering van de arbeid en het grote aantal mensen dat buitenspel blijft, om baanonzekerheid. En dat gaat dus, dat schept gevoelens van onvrede, van angst misschien. Het gaat ook om de verhouding tussen werk en andere bezigheden, waarbij mensen harder moeten werken, meer moeten doen voor hun werk, waardoor andere bezigheden eerder in de knel komen. Dat zien we ook in de cijfers, zien we dat terugkomen. En zo zien we eigenlijk hoe op dit moment het welbevinden, de welvaart van mensen onder druk komt te staan en zich ook uit. En dat is iets dat ik toch wel voor mijn rekening zou durven te nemen in gevoelens van onlust. Met name ook omdat duidelijk is dat dit gebeurt in een context waarin de economische groei er wel degelijk is. En waar ook de vraag zich stelt, hoe komt dit? Waarom overkomt mij dit? Waarom krijg ik het niet meer rond op een moment dat blijkbaar het met de economie zo goed gaat? Dit is niet mijn vakgebied, maar ik durf op gezag van mijn collega's uit de sociale wetenschappen te zeggen dat dit zich ook kan vertalen in een groeiende onvrede of wantrouwen tegenover de instituties binnen onze samenleving. De politiek, de rechterlijke macht. En toch ook zich misschien vertaalt, om aan te sluiten op de actualiteit, in een stem voor partijen die onvrede vertolken. En die zich richten tegen de internationale samenwerking die we met elkaar hebben opgebouwd. Die zich richten tegen de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Die zich ook richten tegen de wetenschap en de onafhankelijkheid van de wetenschap. Laat dat nu net, en zo komen we toch terug bij economische groei, ook de pijlers zijn onder de economische groei en de welvaartsgroei die we in Nederland hebben gezien. De kwaliteit en de kracht van de wetenschap. De zekerheid, de rechtszekerheid die ook ondernemers nodig hebben. En de internationale samenwerking die mede ook aan de basis ligt van onze welvaart, die nu worden ondermijnd. En hier ontstaat toch, denk ik, een gemeenschappelijk belang voor alle betrokkenen. Niet alleen voor degene die de factor arbeid vertegenwoordigen, maar juist ook voor degene die de factor kapitaal vertegenwoordigen en de ondernemers, om deze ontwikkelingen te stuiten. Voor de zekerheid, ik ben geen aards pessimist en ik weet heel goed dat het welvaartsniveau dat we nu in Nederland hebben nog steeds heel hoog is. Ook vergeleken met andere landen, dat wil ik wel benadrukken. Het gaat mij erom, dit is een ontwikkeling die we kunnen waarnemen, die 40 jaar lang aan de gang is en op dit moment is er geen teken in zicht dat die ontwikkeling gestuit wordt. En daardoor dreigen wij, dat is wat ik u voorleg, die welvaart die we met elkaar hebben opgebouwd, voor een deel te verliezen. En ik denk dat we toch al wel enkele tekenen daarvan op dit moment kunnen zien. Nu kom ik tot mijn afsluiting. Want wat ik zou zeggen als een antwoord hierop, want we moeten met elkaar een positief antwoord proberen te formuleren. Dat is, laten we kijken of we, het gaat niet om kleine simpele ingrepen, maar we moeten toch met elkaar erover nadenken hoe we komen tot antwoorden die voor mijn gevoel niet vanuit de overheid verschaft moeten worden, maar door samenwerking tussen maatschappelijke partijen, tussen maatschappelijke partners. Waarbij we met elkaar nadenken over hoe kunnen we de flexibilisering op de arbeidsmarkt terugdringen.
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ZZP'ers beter kunnen samenwerken en zich organiseren en iets meer collectieve kracht kunnen ontwikkelen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kartelwetgeving niet wordt misbruikt, want dat wordt hier naar mijn gevoel, om samenwerking te ontwrichten? Hoe kunnen we ervoor zorgen, in een andere richting, dat we kapitaal en arbeid op andere, meer vruchtbare manieren bij elkaar brengen? Ik denk aan associaties en coöperaties. Of dat we ervoor zorgen dat binnen bedrijven, binnen ondernemingen, werknemers en andere belanghebbende stakeholders op een zinvolle manier worden betrokken bij besluitvorming. Niet als legitimatie, ook niet omdat de overheid het wil of probeert af te dwingen, maar omdat we het zelf willen. Ook uit de maatschappelijke verantwoordelijkheid van ondernemers. Een onderwerp dat met name door Kobbehagen, de naamgever van deze bijeenkomst, heel sterk onder de aandacht is gebracht. En ik denk dat we al met al, om dat te realiseren, in feite een soort van nieuw sociaal contract nodig hebben. Waarbij we samen gaan bekijken hoe wij de mogelijkheden die we in Nederland, in het bijzonder denk ik in Brabant, hebben, kunnen omzetten in mogelijkheden voor toekomstig ondernemerschap en brede welvaart. Waarbij voor mijn gevoel de ondernemers, de sterkste partij op dit moment, misschien zelfs het voortouw zouden moeten nemen. Dat is wat ik u wilde voorleggen. Bedankt voor uw aandacht.